Als winkelmedewerker heb je het recht om iemand aan te houden als je denkt dat diegene iets heeft gestolen. Ja, alleen dat aanhouden gaat meer dan eens gepaard met ernstige bedreigingen. De man die we net zagen was het al niet eens met zijn aanhouding, maar ging er toen snel vandoor. De nu volgende die gaat een stapje verder. Het gaat om de man die hier binnenkomt bij supermarkt Hoogvliet in Rijswijk. Er wordt dan gezien dat hij spullen meeneemt zonder te betalen. Het zijn vooral verzorgingsproducten. Ja, daarmee loopt hij dan naar buiten. En daar spreekt een medewerker hem erop aan. En de man zit dan inmiddels op een fiets. Hij dreigt de medewerker neer te steken als hij hem niet laat gaan... en dreigt te gaan slaan met dat kettingslot. En ook hier besluit de winkelmedewerker de dief te laten gaan... uit angst en ja, voor zijn eigen veiligheid natuurlijk. De man heeft zijn buit achtergelaten... Maar goed, wat hij doet, dat kan zeker niet door de beugel. Dus wie is deze agressieve man? Hij heeft een tatoeage in zijn nek en hij draagt opvallende kleding: een oranje shirt en een roze met groen petje. Weet u wie het is of waar hij verblijft? Laat het weten via een van de bekende nummers.